Ja, en Almelo Promotie, de gemeente Almelo en Heracles zijn zo sterk met elkaar verbonden dat wij hier prachtig in de binnenstad zijn. En ik hoop eigenlijk dat we het heel lang door kunnen gaan trekken. Kijk even mijn schuin ook naar Pieter. Maar ik hoop dat het veel langer gaat duren dan deze 2 maanden. En laten we kijken of dit een mooi succes kan worden. Burgemeester Gerzen, het lijkt wel, als Heracles ook maar iets heeft, dat de burgemeester daarbij moet zijn. Ja, dat moet bijna. Maar het is niet een kwestie van moeten. Het is vooral ook een kwestie van willen. Want ja, dit is natuurlijk de parel van de stad. De identiteit van Almelo. Er is meer, maar Heracles is daar een hele belangrijke speler in. En we zijn allemaal apetrots dat Heracles nu ook in de binnenstad zijn gezicht laat zien. Ja, daar moet je bij zijn. We hebben hier een steunpunt als het ware als gemeente om te vertellen waar we in de binnenstad mee bezig zijn. Nou, je hoeft maar rond te lopen en je ziet het al, maar hier kunnen we er ook wat over vertellen. Voor Almelo Promotie, die op het vlak van kunst, cultuur, evenementen, allerlei dingen regelt voor en door Almelo's, maar vooral ook voor mensen van buiten, is het een geweldige plek om hier een uitvalsbasis te hebben, naast de mooie plek die ze ook al bij pand Ledenboer hebben. Ja, en voor Heracles. De fanshop van Heracles zit in het stadion. Maar het is heel mooi om ook Heracles hier in de stad te zien. Jonge Heraclieden, oudere Heraclieden, fans van allerlei leeftijden en herkomst kunnen hier naar binnen toe. Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo. Je hebt net gezegd, een grote wens die we al jaren hebben is in vervulling gegaan. Wat hebben jullie de afgelopen jaren geprobeerd om dit te realiseren? Nou, we hebben een aantal panden bekeken. We hebben ook gekeken in de stad wat er allemaal mogelijk was. Maar ook qua budgetten natuurlijk. Ja, en dat was constant erg lastig. Want het is uiteindelijk moet je wel investeren. En wat krijg je ervoor terug? Ja, het is een stukje uitstraling. Maar dat zie je niet direct. En wat wij mooi vinden, het is een lang gekoesterde wens inderdaad dat wij meer zwart-wit op straat hebben. Dat we ook zichtbaarder zijn in de stad. En daarom zijn we blij dat dat nu eindelijk gelukt is. Tegen voor ons toch nog een redelijke kosten, omdat er mensen zijn die meedenken met de Heracles Almelo. En daar zijn we heel blij mee en heel trots op. Brian Hessing, een wens van jou is in vervulling gegaan vanmiddag, of zeg ik nu te veel? Nee, zeker. Dit vind ik echt een hele goede stap voor de club. En voor Almelo denk ik ook meer als wat op straat. En ik vind het gewoon geniaal en heel mooi. Een pub-up store in de binnenstad van Almelo is altijd al de wens geweest. Nu kan men hier ook dat bedrijven waar jij zo goed in bent. Ja, FIFA spelen, hè? Daar ben ik heel blij mee. Maar het is ook gewoon met name gewoon echt goed voor de club. Dat je kan hier van alles doen. Shirts kopen, je kan hier kaartjes kopen. Natuurlijk FIFA spelen, hè? Ja, ik vind het echt goed voor de club en goed voor de stad. 2 redenen om jou te feliciteren. Je bent jarig geweest, of misschien nog wel vandaag, weet ik niet. Gisteren. Van harte gefeliciteerd. En recentelijk heb jij een groot succes behaald. Ja, zeker. Kampioen van Nederland geworden op de Xbox. Iedereen in mee, hè? De grote club zoals Ajax, Feyenoord, PSV en wij met Heracles zijn kampioen geworden. Heel trots op en met de club hebben we het goed gevierd op de club zelf. En dat gaat wel bij mij, is wel een check-up zeg maar, voor mijn persoonlijk.